Goedemorgen allemaal. Jongens, het is zo raar om niet te beginnen met welkom bij Vlogmasdag. Die en die. En dan krijg ik nu de intro. Ik heb nu de allereerste normale vlog weer geëdit. En het voelde zo raar om niet de vlogmas intro aan te tikken. Maar mijn gewone intro. Is trouwens ook nieuw. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Maar ik ben dus wakker. Ik werd vanmorgen om 5 uur wakker. Dacht ik, oh my god, nee. Weet je, moet ik nu nog wakker blijven? Kan ik terug in slaap vallen? Ik wist het dan even niet. Maar ik ben toch terug in slaap kunnen vallen. Tot 9:15. Dus dat is wel lekker. Ik heb ook geen wekker gezet. Ik wil gewoon even een beetje rust pakken de komende dagen. Want ik moet donderdag en vrijdag. Volgende week moet ik weer werken. Maar goed, dat is allemaal nu niet van de orde. Maar in ieder geval, mijn bed is lekker opgemaakt. Met de 2 nieuwe kussenslopen. Als jullie de vlog van gisteren hebben gezien, dan snappen jullie hem. Het neonlicht, dat heb ik volgens mij gisteren al laten zien. Ik zit trouwens wel aan de oplader vast, dus ik doe het even zo. Dat heb ik dus ook opgehangen hier. En er staat dus love. Alleen nu zie je het niet. Het was nog verdomd moeilijk om dat te doen. Alleen dat maakt echt herrie. Dat is wel heel irritant. Maar goed, ik heb mijn raam lekker een stukje opengezet. Met een beetje frisse lucht mijn kamer in. In mijn pyjama is hier lekker opgevouwen. Ligt hier op het aardige kleedje. Ik ga zo meteen trouwens even de adventkalenders naar de afvalcontainer brengen. Want die heb ik dus niet meer nodig. En ja, voor de rest op zich niet zo heel veel doen vandaag. Ik moet vandaag even cupjes koffie gaan halen, want die zijn dus bijna op. En ik wil vandaag heel even naar Zuidplein. Ik moet even iets ophalen voor mijn moeder. Een cadeautje die ik een tijdje terug heb besteld. En ik heb gisteren, dat ga ik jullie gelijk even laten zien. Ik zet jullie heel even neer. Ik heb gisteren de, hoe heet dat? Ik ben even de naam kwijt. Ik heb gisteren natuurlijk, ik heb een Huawei i6 2019 gekocht dit jaar. Maar er zit geen NFC-chip op. Hij is wel iets groter. De camera is slechter, er zit geen NFC-chip op. Dus hij is eigenlijk slechter dan de Huawei P20 Lite die ik had, die Chantal van me heeft overgekocht. Nou, Chantal die gebruikt nog steeds de J4 heel erg. En ik gebruik, ik heb gewoon heel vaak wel een goede camera en alles nodig. Dus ik heb besloten om terug te switchen. Chantal heeft nu dus mijn Huawei i6 2019. Dus een nieuwere telefoon eigenlijk. En ik heb dus mijn Huawei P20 Lite weer terug van Chantal overgenomen. Hij is nu alleen het updaten, maar er zit dus nog geen hoesje om. Want al die hoesjes heb ik niet meer. Dus daar ga ik vandaag wel even voor kijken. Gewoon een goedkoop, desnoods zwart hoesje of zo. Vind ik niet zo erg. Dus ja, dat is dat. Ik had wel 1 hoesje. Dat was, kijk waar die is. Even zoeken hoor. Ik had deze met die olifant, maar die wil ik dus niet gebruiken, want dan is ze dood. Dat deze dus gewoon kapot gaat. En dat zou ik super, super zonde vinden. Ik laat hem nu weer heel veel om, dat ik straks naar buiten ga. Maar ik heb dus weer mijn Huawei P20 Lite. Hij is iets kleiner. Het is echt een klein formaatje. Maar joh, ik kan ermee doen wat ik wil doen. En ik kan de NFC-chip gebruiken, want die had ik nodig. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat ik allemaal vandaag ga doen. Meer ga ik helemaal niet doen. Ik ga het alleen mijn haar doen, want zo ga ik natuurlijk niet over straat. Ik ga ook geen make-up opdoen en daar heb ik allemaal echt geen zin in. Ik ga gewoon lekker zo naar de winkel. Ik ga de dingen halen die ik moet halen en dan ga ik weer lekker naar huis. En ik ben van de meeste YouTubers de laatste vlogmas video's aan het kijken. Want dat moet natuurlijk ook wel gebeuren, want anders loop ik echt compleet achter. Sommigen zijn gestopt op de 24ste, sommigen gaan door op de 25ste. Alicia Marie daarentegen gaat door op de 25ste. En haar zus Ashley Nicole ook. Dus die ga ik even kijken. Goed, ik loop buiten. Echt gewoon nu AF. Maar goed, het is echt koud jongens. Oh, ik heb trouwens mijn kersttrui aan vandaag. Ik weet niet of jullie het net zagen. Maar ik ga naar Zuidplein nu. Dus ik zou zeggen, let's go. Thank you.
een ritje met de metro duur je alleen wel heel erg lang. Maar goed, in ieder geval loop ik nu op Zuidplein. Op naar de winkels waar je naartoe moet. En dan eigenlijk gewoon naar huis. Dus niet dat ik hier nog een uur rond ga wandelen of zo. Spullen halen en dan gewoon weer lekker terug. Goed, ik ben weer thuis. En zoals je kan zien, ik heb wat make-up opgedaan. Ik heb namelijk een nieuwe foundation, een nieuwe primer en een nieuwe highlighter gekocht. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon gelijk mijn gezicht doen. Maar ik heb in plaats van de foundation van Catrice, of van Essence, heb ik nu de foundation van Catrice gekocht. En ik dacht net toen ik hem opdeed van, die is wel heel erg licht. Het was echt een beetje zanderig oranje, maar ik vind hem eigenlijk hartstikke meevallen als ik hem zo zie. En ik heb dan een primer gekocht, want die was ook op. En een andere highlighter, want ik heb nu zo'n highlighter kwast. En ik heb dus niet een poeder highlighter, dus dat heb ik nu wel. Dus dat was mooi en fijn. Ik ga vanavond trouwens douchen, want mijn haar is echt heel erg vet. En wil gewoon echt totaal niet zitten. Maar goed, ik ben nu mijn vlog aan het uploaden van gisteren. Dus dat gaat allemaal lekker. Even dit. Dus, dat is allemaal gedaan. Ik heb trouwens een nieuw kettingje om, jongens. I love it. Ik ben er super verliefd op. Het is een hoop. Dus je hebt een ankertje. Dan heb je een kruisje. En dan heb je een hartje. Oftewel, hoop, geloof en liefde. Super leuk. Die heb ik nu om en die blijf ik ook echt omhouden. Want ik hoop dat het echt geluk gaat brengen in 2020. En ik moet Grietje nog gaan bellen. Dat is ook wel een goeie. Ik ben lekker in focus. Goed, de beelden die nu moesten komen, die zijn helaas verdwenen. Maar even zodat jullie het snappen. Ik heb het geniale idee gekregen om een tweede paar gaatjes te laten prikken in mijn oren. Dus dat is hetgene wat jullie nu gaan zien waar ik net van terug ben. Goed, ik ben thuis. En ik ga jullie even gauw de oorbellen laten zien, want dat wil ik toch wel heel erg graag laten zien. Kijk jongens. Ik kan het niet alleen zelf niet zien. Ik hoop dat hij focust, maar dit zijn ze dus. En ook aan de andere kant. Ik ben er heel erg blij mee. Ik weet niet wat ik allemaal heb gefilmd nu. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Het doet geen zeer. Ik mag er ook verder niet aankomen. Ik draai hem alleen af en toe een klein stukje. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Super tof. Ik ga even douchen. Ik wil heel graag even lekker warm douchen. Even mijn haar wassen. En daarna ga ik denk ik lekker You kijken. Want er is natuurlijk een tweede seizoen. Waar ik heel benieuwd naar ben. Dus dat ga ik denk ik gewoon lekker kijken zo. En ja. Kijken wat de rest van de avond gaat brengen. Ik denk niet zo heel veel. Maar dat was echt zo in één keer onverwachts. Ik ga tweede gaatjes laten prikken. En binnen 5 minuten zaten ze erin. Oh my god. Goed, ik heb heerlijk gedoucht. Ik ben lekker warm in mijn pyjama. En kijk. Ik heb warme chocolade op mijn slagroom. En allemaal verschillende kleine koekjes. Ik ga lekker eten. En lekker tv kijken. Lekker mijn gemakje houden. Het is inmiddels. Ik heb trouwens dit hoesje ook nog gehad. Dat heb ik helemaal niet verteld. Dit is een glitterhoesje met allemaal kusjes achterop. Ik vond hem super leuk. Die heb ik nu om. En het is nu niet zo heel erg laat. Het valt allemaal hartstikke mee. Ik ga in ieder geval wel tv verder kijken. Tenminste kasten. En dan ga ik zo nog even editen. Want dat moet ook gebeuren. En de beelden die ik heb gemaakt onderweg naar de juwelier toe om ze laten schieten, die ben ik kwijt. Ik weet niet waar ze zijn. Dus ja, die beelden heb ik niet. Maar in ieder geval, ik heb dus wel 2 gaatjes. En daar ben ik nog steeds heel blij mee. Ik ga de video editen en dan ga ik lekker slapen. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen.